Ik ben Yves Rachebar en ik stuur Tante Kuna aan de ACTA. Ja, ik vind het heel leuk om genomineerd te zijn. Ik voel me ook wel echt vereerd. Ik had het niet verwacht, dus het was wel echt een verrassing. Ik heb in mijn schriftje onderzocht of mondgezondheid voor stamceltransplantatie invloed heeft op het ontwikkelen van koorts en bacteremie na stamceltransplantatie. De mondgezondheid hebben we vastgesteld voor de transplantatie en we hebben gekeken of er sprake was van koorts en bacteremie tot 3 weken na de transplantatie. Uit mijn onderzoek is gebleken dat er nu nog niet kan worden vastgesteld wat de relatie is tussen mondgezondheid voor transplantatie en het ontwikkelen van koorts en bacteremie na transplantatie. Dit onderzoek betrof wel een eerste evaluatie van een grote multicenterstudie. En uit deze studie kunnen nog andere gegevens en resultaten komen. Het is belangrijk dat tandartsen en mondhygiënisten weten hoe ze ondersteunende zorg aan deze patiënten kunnen bieden. Dus zowel in signalering als in de preventie van complicaties. Ik denk dat het belangrijk is dat we in de tandheelkunde verder kijken dan alleen het gebit. Dit soort therapieën en ziektes beïnvloeden het hele lichaam. En ik denk dat we in de toekomst ook moeten blijven onderzoeken wat de relatie is tussen de mond en het lichaam.